Ik mag ook niet meer geraakt worden, jongens. Oké, die is dood. Oké, wacht, wachten we even hier. Oh. Ziek. Yes, jongens. Welkom terug weer bij een nieuwe aflevering van Cuphead. Leuk dat jullie weer meekijken. Even een kort samenvatting van de vorige aflevering. De laatste aflevering hebben wij die Inktvist check gekild en de drama koningin. Toen hebben we dit run and gun level uitgespeeld. Waar we echt zwaar liepen te ploeteren. Terwijl we voor die cycloop aan het wegrennen waren. En nu zijn we op weg naar alweer de laatste baas van de derde wereld. Dus laten we die ook gaan slopen. Let's go, jongens. Dan moeten we volgens mij bij deze trein zijn. Ik denk het wel. Railroad Wrath. Phantom Express. Let's go, jongens. Deze gaan we helemaal tot puin stoten weer. Oké, vet. Oké, het is ook echt een kruising tussen een spook en een trein. En hij gooit nu ogen op me, wat wel een klein beetje disturbing is ook. Oké, die zou ik wel niet op me moeten krijgen. En ik zie ook dat ze roze baksteen in mijn nek proberen te gooien. Nee, ze mikken niet op mij trouwens. Ze mikken op die... Oh, wat is dit? Ah, oké, wacht even. Oké, dus als je hierop bounce, dan verplaatst de trein, zeg maar. Oh, oké. Oh, shit, stom. Oké. En nu? Oké. Ik zou die handen wel moeten ontwijken, wou ik zeggen, maar ik ben alweer dood. Nog een keer. Oké, die zegt snel dood, zeg. Deze counter, hoppatee, wegwezen. Doen we gelijk fucking special op deze. Hier, fuck aan, gek. Oh. Oké, daar moeten we wel voor uitkijken. Aan welke kant komt hij nu? Oké, rechts. Oké. Midden? Ja, midden. Oké, daar moeten we voor uitkijken. Oh, nee. Oh, pokkenbeest. Zag je dat? Omdat dat beest dat karretje parryde, schoot ik in één keer door die door naar links, zeg maar. Dan kreeg ik alsnog die schade. Dus we moeten even opletten. Oké, wat hebben we hier? What the fuck zijn dit nou weer? Wat zijn dit? Oh, oké. Oké, die kan ik dus ook parryen, die spoken. Oh shit, nou komt hij van de andere kant. Oh, oké, wacht. We gaan gewoon die supers gebruiken, want we kunnen echt heel veel dingen hier parryen. Hier, hoppata. Oké, dus komen we om en om. Hier ben ik veilig. Oké, we moeten even één van de twee dood zien te krijgen. Ik mag ook niet meer geraakt worden, jongens. Oké, die is dood. Oké, wacht, wachten we even hier. Oh. Ziek. Oké, dat is dus echt een probleem binnen het level, hè. Als zo'n roze ding dan op het karretje valt, dan worden ze ingetrokken. Dus dat is niet best. Oké, nu komt hij links, toch? Nee, shit, helemaal rechts. Oh. Hij kon nergens naartoe, jongens. Man. Oh, dit is geen deze ging perfect, wou ik zeggen, maar... Ik fokte heel die ding. Oké, we gaan eerst die rechter slopen. Oké, dat is mooi. Kunnen we hier blijven staan? Oké, even weg. Juist. Pak hem weer. Ja. Ga weg, spook. Oh joh, is nou al kapot die ene. Nee, dat karretje gaat weg. Nee. Fucking hell. Oké, volgende fase. Gaan we gelijk kapot schieten, ja? Hier. Even kijken of links of rechts komt. Dit keer komt links. Rechts bedoel ik. Oké. Oh, één van de twee is al dood. Dat ging snel. Oh, zieke parries. Nikste. Oké, dit gaat echt perfect, jongens. Parry erbij. Oh, ga lekker. We hebben weer een super ook. Heerlijk. Dit is de vierde fase alweer, geloof ik. Oké, even kijken. Oké, nu komt heel die trein naar me toe. Kunnen we hem raken? Oh, parry, ja. Oh, oké. Zijn hart moeten we raken. Oké, even
oppassen. Hij schiet vuur. Oh, en een of andere boemerang of zo. Maar dit gaat wel goed komen. Kom op. Oh, ik word geraakt. Zo, dat ging snel, gek. Baas, lekker zeg. Zo, dat ging fucking snel. 5 beurten, toch? Of minder, geloof ik. Ik denk dat die robot tot nu toe wel het moeilijkst vond, hoor. Die was echt pittig. Een team in. Nou, daar doe ik het voor. Lekker zeg. Dan gaan we hier lekker naar binnen. Oh jongens, komen we gewoon aan bij het casino. De duivel komt dichterbij nu, hè. Oké, daar is een deur waar we in kunnen. Kunnen we hier nog iets vinden? Oh, lekker zeg jongens. Muntje erbij. Hier kunnen we zeker niet in, hè? Nee, zit niet voor niks op slot natuurlijk. King Dice en all bets are off. Oké, gaan we eindelijk King Dice aanvallen, jongens. Kijk nou, het is je gelukt. Ik heb een weddenschap met je verloren. Maar je gaat de baas nog niet zien. We gaan een klein spelletje spelen. Nou, dat zat er dik in natuurlijk. Dan kunnen wij even zijn schedel inslaan. Dat maakt ook niet uit. Oké, wat is dit? Kan ik hem niet raken? Ah, we moeten een of andere bordspel spelen. Even kijken. Oh, hartje erbij. Oké, krijgen we nu een apart leveltje? Oh, gewoon een baasgevecht. Oké. Oh, what the fuck? Gozer, joh. Ik ben nou alweer 2 keer geraakt. Oké, we moeten even opletten. Ze hebben allemaal verschillende aanvallen. Oké. Man. Oké, ik heb er eentje dood. Dus die chick die gooit die olijven. En man. Die grote gast die gooit zo'n stroom. Wat is het? Whisky? Geen idee. Oh, we moeten nou. Oh, het begint serieus weer bij start. Moet je gewoon weer opnieuw beginnen. Oh shit, dit is gewoon een soort basrun. Het gaat echt fucking moeilijk worden. Vooral als we niet onze HP terugkrijgen ofzo. Maar ik weet niet hoe dat gaat. Oké, ja. Oké, die kleine is echt heel irritant. Oké, die is gelukkig al dood nu. Even in de gaten houden, ja. Die olijven zijn wel te ontwijken, denk ik. Oké, 2 dood uit de 3. Oh, we gaan even oppassen. Oké, ik schiet ze wel even kapot. Oh. Ga eens dood. Shit, ben ik toch nog geraakt, jongens. Oké, die is makkelijk te ontwijken nu. Hoppa, wegwezen. Ja, prima teetje hoor. Lekker teetje. Oké. Oké, misschien kan ik wel timen wat ik gooi. En dan zie ik, als ik 2 gooi, dan krijg ik er een hartje bij. Misschien hebben we dat wel nodig. We hebben nog maar 2 hartjes namelijk. 2, 2, 2, 2. Yes, kijk eens even jongens. Helft erbij. Ik krijg serieus bij elk vakje krijg ik gewoon een baas volgens mij. Hey, cool. Oh, deze ken ik volgens mij uit de trailer. Oké, hij gooit vuur. Bukken, ja. Oh, hij komt nu. Oh, hij wisselt van kant ook. Oké, komt weer een vuurtje, jongens. Dit is wel te doen, hè. Een beetje voorzichtig spelen, gewoon. Oh, shit, word ik toch nog geraakt. Wissel. Ik heb die vliegende sigaret ook. Oké, wacht. Hier, pak aan, gek. Oké, ze hebben wel een irritant patroon. Oh, hij is al dood. Nice. Hij krijgt vol die schoenen op zijn kop. Zie je dat? Gadverdamme. Hoppa. Ik ga al die hartjes meepakken, ja. Dus nu gaan we 2 gooien. 2, 2. Oh, dit is makkelijk. Goed te timen. Wat is dit voor psycho, joh? Kijk deze. Oh. Oh, ik word toch nog geraakt ook. Oké, zo, die is lastig. Shit, ik zit niet op te letten, jongens. Dit gaat niet best.
Hier, fuck jou. Oké. Oh! Nee, ik moet geen risico nemen daar. Gewoon ontwijken. Kom maar. Oh, ik miste mijn parry. Fuck. Moet ik nou serieus maar helemaal opnieuw beginnen gewoon? Oh, wat een bloedhond zeg. Ik ben wel nieuwsgierig naar die andere baas ook. Zal ik een keer 2 gooien dan? Maar als het goed is, komt er naar een andere baas. Cool, gek. Kijk die oude setting ook. Echt zo'n oud schilderij. Wat gaat deze doen? Oké. Dit is wat te doen. Oké, dit gaan we gewoon helemaal kapot schieten. Is dat zijn enige aanval? Oké. Hij wisselt wel in zijn patroon de hele tijd. Oh. Oké, dat gaat goed. Dit is wat te doen, jongens. Oké, ga ze dood. Gewoon met die ontwijkactie is wel makkelijk. Niet geraakt, jongens. Perfect. Kijk, normaal gesproken zou je natuurlijk gewoon alleen maar 3 blijven gooien. En dan weet je zo snel mogelijk door het level heen. Maar ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig naar al die bazen. Gaan we deze gewoon even kijken. Oh nee, deze hebben we niet gezien nog. Oké, stekels op de grond. Moeten we ontwijken. Nou, dat is wel te doen. Oké, dat zag ik niet aankomen. 1 keer geraakt, jongens. Oh. Oh, hij komt ook nog naar beneden. Oké. Ah, joh. Ik dacht dat ik hem goed timede. Fuck. Oh, zieke eindmove ook. Hoppa, parry erbij. Wegwezen. Oké, die was ook nog wat te doen. Het is wel een zieke grap, zeg, dat je het telkens opnieuw moet doen. Oké, van deze hebben we eigenlijk maar 2 aanvallen gezien. Deze, met die konijnenschedels. Oké, prima te doen. Die andere vind ik veel vervelender. Oké, even goed timen deze. Juist, gaat goed. Hier, pak aan, gek. Jack Rabbit. Begint te sterven. Juist. Oké, dit is wat te doen. Hij heeft maar 2 aanvallen. Kom op. Hoppa, wegwezen. We gaan alle bazen af, jongens. Ik wil jullie sowieso alles laten zien. Oké, wat is dit, joh? Ja, Freed. Wat cool. Kijk daar beneden, die paardjes ook. Oh, die sommige paardjes vliegen omhoog ook, zag ik al. Oké, die blauwe vliegen omhoog. Oké, gecounterd, prima. Oké, die met die capejes die vliegen omhoog, jongens. Moet ik even goed opletten. Oké, dit is wel te doen. Volgens mij zijn dit alle aanvallen. Dit gaat fucking goed trouwens. Oké, gewoon even ontwijken, rustig aan. Counter, bam, schieten. Oh, sick. Gesloopt, vriend. Jij hebt helemaal niks. Oh, shit, joh. Kijk deze. Start over staat er ook echt. Kleutzakken. Sadistisch, jongen. Nou, op zich zijn ze wel goed te doen, want het zijn kleine bazen, dus ze hebben maar een paar aanvallen ook. Hey, cool. Oké. Knikkers, ja. Oké. Oh, normaal gesproken zou je zeker via boven moeten, maar ik kan gewoon door de heen. Als je dat moet doen, wordt het wel een stuk ingewikkelder. Oké, dit is voor ons wel heel makkelijk, denk ik, jongens. Oh, verkeerde knop. Oké, gaat goed. Ga weg, gek. Die was makkelijk. Zeker met deze actie. Die was simpel. Er staat ook, als je 3 keer 6 gooit, dan win je iets. Maar mijn dobbelsteen gaat maar tot 3. Lekker zeg. Oké, volgens mij nog 2 jongens en hebben we alle bazen gezien. Kijk wat dit is. Wat is dit voor mijn gooi, joh? Oké, hij schiet iets. En dan komt iets op me af daar. Oh, dat is zo'n biljart dingetje. Waar de blauwe spul vandaan komt. Oh. Oké, ze komen van 2 kanten. Ze gaan van links naar rechts en van rechts naar links.
Ah, ik word geraakt ook nog. Hij schoot ook nog iets. Wat een idioot, joh. Ik had dat hoofdje. Oké, dit is wel te doen. Dit is wel te doen. Oké, even oppassen. Oké. Oké. Ah, dit is een makkie. Dat is een makkie. Kijk, een vol barf ook, gek. Kijk al die brokkel. Gadver. Dit gaat wel lekker, jongens. Dat we hem zo uitspelen, hebben we echt fucking veel bazen gehad ook. Oké. Wat is dit? Kan ik hem niet raken of zo? Volgens mij raak ik hem niet. Oh, wacht. Kan dit parryen? Oh, had ik op moeten letten. Moeten we twee gelijke zoeken nou? Oh, die hebben we net gezien. Deze. Hier. Oké. Oké, even oppassen. Oké, hij schiet muzieknoot ook. Oké. Oh, zo, ik werd bijna geraakt daar. Oké. Dit is wel te ontwijken. Oh, ik werd bijna geraakt. Hè? What the fuck? Hij vloog buiten beeld. Hoef ik dat laatste kaartje niet te doen dan ofzo? Het zag er een beetje glitchy uit hoor, vond. Nee! Oh, dat is ook goed. Oké. Oké, wat moet ik hier doen dan? Meen je dat? Moet je alleen maar parry ook? Oh, Stitch, joh. Begin ik nou weer bij die King Dice dan wel, of niet? Oh, wat een bloedwonde. Oh, je moet alles opnieuw doen. Oh, wat smerig zeg. Ja, fuck it. Oké. 2, 2, 2. Lekker zeg. Oh ja, wat moest ik doen dan? Kan ik hier niet gewoon blijven staan? Zou dat kunnen? Nee. Oh, ik kan natuurlijk niet raken als ik daar sta. Oké, laat maar, laat maar. Oké, parry hier, jongens. Even kijken. Oh, dit is lastig. Oh, dit is lastig. Shit. Oh, wat verschrikkelijk. Oké, kom op, kom op. Geen fouten. Oh! Oh, ik hoop dat ik er bijna ben. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Oh, we gaan goed. We gaan goed, we gaan goed. Niet geraakt worden. Kom op, ga dood, alsjeblieft. Oh, ga dood, alsjeblieft. Kom op, nu. Yes, lekker zeg, jongens. Fuck. Ik had echt geen zin om heel die fucking bossen er nog een keer te doen. Phew. Fucking hell. Het duurt ook gewoon 4 minuten totaal, hè. Ziek. Als het goed is kunnen we dan nu naar de duivel, jongens. Oh, duivel. Yes, jongens, maar die gaan we lekker bewaren tot de volgende aflevering van Cuphead. Vond je het nou weer leuk? Doe me dan een dikke duim omhoog. Abonneer zeker even op mijn kanaal. En druk daarbij ook even op het belletje. Krijg je updates over mijn kanaal. Want ik hoop jullie te zien bij de eerstvolgende aflevering. Tot dan, jongens. Hoi, hoi!